FC Beringen, dat de seizoenstart compleet miste, is zich de laatste weken aan het herpakken. Dat beloofde dus een interessante pot voetbal te worden, daaraan de Beringse motbende. Het Nederlandse zangeresje Belle Perez kreeg er in Beringen met haar ondertussen ook al in de Verenigde Staten doorgebroken hit Hello World onmiddellijk de sfeer in. Eerst is het de beurt aan Vigor Beringen. Schreier dringt door tot in de fatale zone, bedient de vrijstaande Evers die makkelijk binnenlegt 1-0. De ideale start voor het in de rangschikking tweede geplaatste Vigor. Het talrijk opgekomen publiek ziet een genietbare eerste helft waarin FC Beringen de hoofdrol opeist. Zo is er een voorzet van Kopjans die door Ronnie van Reti, ex-Antwerp, in de handen van Schepers gekopt wordt. Bij FC Beringen vinden we Nico Klaassen terug, ex-VfB Stuttgart, ex-Tottenham en ex-Rode Duivel. De bezoekers geven niet af. Mellaerts bedient binnen door Hermans. Hij ziet zijn geplaatst schot maar net over het doel belanden. Zo blijft het tot aan de rust in de stadsderby, misschien toch wel een beetje gevleid, 1-0 voor thuisploeg Vigor. In de tweede helft gaat FC Beringen op zijn elan verder, deze keer met succes. Na een mistaste van Vigor doelman Schepers is het uiteindelijk Hermans die de bal tegen de netten koopt. De bezoekers laten het hier niet bij en gaan verder op zoek naar de overwinning. Getuige daarvan deze kopbal van Maas die via de lat achter doel belandt. Vigor weet geen pasklaar antwoord te vinden, afgezien van deze kans van Evers dan. Het offensief van FC Beringen gaat verder. Nijs mag aanleggen, maar Schepers is alert. Bij de daaropvolgende hoekschop komt Maas dicht bij de winning goal, maar de bal mist de goede richting. FC Beringen domineert de partij nog tot aan het eindsignaal, maar de stand blijft onveranderd. 1-1, een gevleid gelijkspel voor Vigor. Een machtswissel in het voetbal in Beringen is nog niet aan de orde. Het blijft wat hebben, zo'n stadsderby.